Ja, draait hij? Ja. Draait hij? Oké, nou goed. Goedenavond, welkom bij een speciale editie van Spelin TV. Ik sta hier voor de wielerwand zoals u ziet. Ja. En vanavond, vrijdagavond, is er een sociale Spelin. Dat is voor, omdat we 30 jaar bestaan, is er een nieuw Spelin in het leven geroepen. En dat is voor volwassenen. Dus voor mensen die ouder zijn dan 13. Degene die eigenlijk niet op Spelin horen nu, maar wel ervoor gaan. Nou, wij gaan vanavond lekker interviewen, veel praten met mensen, veel biertjes drinken natuurlijk. Want dat is het voordeel van het oudere Spelin. Kijk, hoor. Nou, we zien u zo terug bij het volgende interview. Het wordt hard, zeg maar. Hard? Ja, ik weet niet, een beetje een apart gevoel. Ja, een soort van kaarsvet gevoel inderdaad, ja. Ik zeg maar, nou, we moeten het doen. Nou, ik zou zeggen. Nou, dan wachten we even 10 minuten. Dan wachten we. We lopen gewoon een rondje, wie? Hoe lang ben je hier al? Anderhalf uur denk ik.
anderhalf uur al. En toiletten in die zitten aan het draaien. Ik heb de Reuzenaam. Heel gezellig. Mooi. Dan moeten we even gaan. We gaan nog een workshop volgen vanavond. Of een beetje rondhobbelen. Een beetje rondhobbelen. Biertje drinken. Een beetje Lego bouwen. En ja. Kinderen in de gaten houden. Ja, ik heb een heel ingewikkeld. Ik kan helemaal goed komen. Ja, mooi. Wat doet u nu? Want dat willen we wel weten natuurlijk. We hebben een vasthand eraf gedaan. Kan alles zo snel doen, dan heb je zachte handen. Gelijk ook zeg. Als het goed is, trek je alles mee. Alles mee? Nou ja, alles mee. Is te bedoelen. De rest mag je er zo met de tissues afhalen. Oké. Okay. Zit er al 10 minuten op of niet? Heb je de tijd niet bijgehouden? Tijd niet bijgehouden. Nee, daar kan het ook kunnen komen. Nou, deze gaat al beter. Zo. En zachte handjes? Hele zachte handjes, ja. Goedendag meneer, ik sta hier samen met Leeman, Thierry Leeman. Thierry Leeman. Wat komt u hier doen? Well, ja, het is een ongewone avond inderdaad. U hebt toch opgevangen dat er iets is te doen vanavond? Ja, ik kom even oude herinneringen ophalen. Uit mijn jonge jaren. Deze mooie spelin. Mooie spelin. Nou, ligt het dus toe? Want... Ja, ja, jarenlang hier gekomen. Een paar jaar meegewerkt. Dus het is altijd leuk om er even rond te lopen, toch? En staat er nog op de foto? Ja, genoeg. Ja? Te gaan veel. We opzoeken? Ja, gaan we hem opzoeken? Ja, ja. Oké, we gaan hem opzoeken. Ah, de snotneus. Daar nog een keer snotneus. Daar kreeg ik een mooie taart in mijn gezicht. En waarom was dat? Omdat wij onze hoek nooit goed schoonmaakten. Nou, daar nu ook niet meedoen. Nee, anders kreeg ik weer zo'n taart in mijn gezicht. Dit was het einde ook van... ik zie de, hier... sorry, dat is mijn andere manier. Nee, dat is Melvin, hè? Melvin. Ja, met zijn mond open. Ja, die altijd gelijk op. Oké. Nou ja, heeft u nog iets te melden van, joh, dat ga ik nog doen vanavond. Trouwens, een kleine tip. Oriflame en dan je handen laten. Wat was het? Een pari... Parifumierbak. En dat is erg lekker. Toch? Heel een beetje okay. Nou ja, ik ben hier nog wel even dus. Nou, dat zou ik zeker doen en aanraaien. Aan te raden. Dankjewel. Dankjewel meneer Leeman. Geen dank. Tot ziens. Toch fijn dat we dat goed krijgen. Ja, inderdaad. Nou ja, altijd wel fijn. Hier natuurlijk. Wat is dit precies? Of, dat weet ik niet. Het is gewoon leuk. Stel je even zelf voor en wat we nu aan het doen bent en wat u met Flint te maken heeft gehad. Nou, mijn zoon zit er nu. Ze is een hele trouwe fan. En ik was vroeger een hele trouwe fan, dus ik kon dit natuurlijk niet laten gaan. Hè. Nee, okay. Ik moest wel weer even hier naartoe en gelukkig krijgen we handschoenen. Ja, dat zijn een beetje vies. Wat ik aan doen ben, weet ik niet, maar ik vond het er erg leuk uitzien. Ah, oké, dat is mooi. Bent u ooit medewerker geweest? Nee, nog niet. Maar als mijn jongste zoon, die is nu 4, als die 6 is, dan ben ik ook van de partij. Ah, geweldig. Ja, ja, ja. Nog 2 jaar dus en dan... Ja hoor, dan ben ik er helemaal bij. Prima nou. Geweldig nou, weer een nieuwe medewerker over 2 jaar. Wel ja, u kunt op me rekenen. Dat is mooi, nou dat gaan we zeker doen. Wat is uw naam dan? Marion. Marion en achternaam? Den Adel. Den Adel, Marion Den Adel. Nou, dat gaat helemaal goed komen over 2 jaar. Ja hoor. Oké, de staat hier. Prima. Nou, ik sta hier bij een springkussen. Kijk even hoe groot de springkus is. Wat is de snelste tijd? 15 seconden. 15 seconden, nou dan gaan we overheen. 15 seconden? Tel maar af. Kun je zijn schoenen zo vandaan inzetten, jongen? Ja, maar ik ben te meenemen. Ja? Go! Minuut of 3? Ja. Ik weet niet. 15. Kan je even de schoenen pakken? Fabian aan de kant. Ja. Nou, net komen we van het, hoe heet dat? De klerensplinkers af. Ik dacht, dat doe ik wel even. Dat ding zeiknat, ik zeiknat, schoenen zeiknat.
Maar boeien. Even zien nog. Zei ik nat. Zwart is zwart. Nee. Maar het is wel hartstikke leuk. Zeker voor kinderen. En voor ouderen vanavond. Want we gaan er zeker op vanavond. Dus ja, 25 seconden. Is niet gek. Nou, daarom. Daarom. Welkom bij Jacco's Disco 5. Iedereen gaat los hier ook. Straks gaat het dak er nog af. En dat is dan vaak 7 over 10 vrijdagavonds als je, en dat geldt denk ik voor al die medewerkers die hier zijn, er eigenlijk een maandje hebben gewerkt. Normaal heb je 500 kinderen de eerste dag, we hadden dit jaar 800, hartstikke leuk, maar er zijn er van die momenten en dan gaat het licht uit. En dat is nu. Tot de volgende keer.